Dit is een cadeautje. We zitten nu in Bergamo en we zitten hier in dit prachtige appartement waar we één nachtje mogen overnachten voordat we morgen het vliegtuig weer terug naar Eindhoven pakken, want het vliegveld zit hier vlakbij. En in deze video ga ik drie transities met je delen. Drie transities die jij kunt toepassen in jouw eigen vlog. In de video's die jij maakt voor jezelf. Of je nu met een camera filmt of met een iPhone, het maakt niet uit. Je kunt dit op heel eenvoudige wijze doen. Ook heb je daar geen ingewikkelde editapparatuur en dingetjes voor nodig. Nee, jij kan deze transities zelf maken door gewoon dat stukje wat je gefilmd hebt op de juiste plek af te knippen en aan elkaar te plakken. Dus super simpel, dat ga ik in dit vlog met je delen. En dat ga ik je straks laten zien als we hier in Bergamo een stukje omhoog lopen naar een mooi uitzichtpunt. Mooie locatie om jullie deze drie transities uit te leggen. Maar eerst ga ik hier in dit prachtige, wat is het eigenlijk? Herenhuis. Maar eerst ga ik jullie dus hier een rondleiding geven in dit prachtige appartement waar wij gaan overnachten. En zo te zien past mijn trui helemaal in het interieur hier. Ze hebben mooie blauwe accenten overal. Ik ga het je laten zien. Kom. Zo, nou hebben jullie hier een mooie rondtour gehad door dit appartement en nu gaan we naar buiten toe, gaan we hier dat ding beklimmen hierachter. We gaan hem beklimmen, hè? We gaan niet met het treintje, nee, wij zijn nog jong en vitaal. We gaan een stukje omhoog klimmen en we gaan naar van het uitzicht genieten en ik ga jullie een paar tips geven over hoe je je vlog smoother en meer professioneel kunt laten verlopen. Kom op. Het wordt alleen maar beter. Zo. Jij mag meelopen. Mag je meelopen? Ja. Ik moet wel op mij focussen. Huppakee. Nu mag je op mij gefocust zijn. Want de afgelopen twee dagen heb ik Patty gefilmd. Voor haar quest. Ik ga het doen. Het wordt een super gave video. Waarin zij vertelt. Nou ja, goed. Het wordt een super gave video. Zo, het uitzicht is hier prachtig en ik ben continu afgeleid. Ik ben met te veel dingen tegelijk bezig. De afgelopen twee dagen ben ik Patty aan het filmen. En ik begin nu te verlangen naar iemand die mij filmt. Die gewoon zegt van, loop even hier omhoog. Doe even dat. Weet je, dat ontneemt een beetje die belasting van dat het een goede video moet worden. En dat je met al die dingen bezig bent. Ah. Oh. Wat is het heerlijk als je iemand als mij bij je hebt die het voor je kan doen, denk ik dan. Ja, het is altijd lastig filmen met allemaal mensen die in de weg lopen. Want je wil natuurlijk dat mooie plaatje hebben, dat het helemaal zonder mensen, dat je perfect zo doorheen gaat. Maar ik denk niet dat het vandaag hier gaat lukken. Dat doe ik ook zo. Zo, dat was misschien wel de makkelijkste transitie die je kan bedenken. De fade to black. Die zit waarschijnlijk ook gewoon op je computer, dat je het scherm laat uitveden. Maar het is wel veel gaver als je het onderdeel maakt van je video. Net zoals ik gooide mijn jas over de lens heen, het werd donker. En vervolgens haal ik mijn, in de volgende shot ga ik dus met mijn hand voor de lens staan. Ik haal mijn hand weg
En dan zit je in de volgende shot. Dus dan krijg je een hele natuurlijke overgang van de ene plek naar de andere plek. Zonder dat je verstoord wordt door dat daar een harde cut in zit. En een harde cut, dat is dit. Ja, precies. Dat dus, dat je zomaar in één keer een ander beeld ziet. En dit is veel fijner. Dat houdt de aandacht vast, weet je. Dan denk je in één keer van, hé, wat gebeurt daar? Het is verrassend. Dat vinden we leuk om naar te kijken. En dat maakt je video gewoon veel aangenamer. Een andere transitie is deze transitie. En die is ook super simpel. En die kan je overal en met elke camera toepassen. Zonder dat je daar hele ingewikkelde dingen voor te hoeven te doen. En ik ga hem je nu laten zien. Ja, heel erg simpel. Je draait gewoon de camera weg. Zodat je een blurry streep krijgt. En in de volgende shot begin je gewoon met je camera naar de ene kant gedraaid. En je draait hem naar het onderwerp wat je wil filmen. Dus, zoals dit. Ja, je ziet, dit kan je 100 keer doen. En je kan dan vervolgens gewoon totaal ergens anders gaan staan. En het is dan niet storend. Dus het is weer geen hard cut. Dat je in één keer van het ene scherm naar het andere scherm overschiet. Maar je wordt als het ware meegenomen in de beleving van dat je je gaat verplaatsen. Door de camerabeweging daar onderdeel van te laten zijn. Dus ook weer een hele gave manier om een smooth transition te maken. En die kan je niet alleen van links naar rechts doen. Nee, kan je ook van boven naar beneden doen. Leuk toch? Dus dat is transitie 2 die je mee kunt nemen om jouw... De camera wordt zwaar. Dat is dan fijner. Als je met een iPhone vlogt, dan kan je hem makkelijker vasthouden. Ik zit hier nu met de zware Canon 80D. En die wordt zwaar, dus ik begin langzaam te trillen met mijn hand, merk ik. Maar dat maakt niet uit. We gaan deze vlog wel gewoon afmaken en de laatste transitie met je delen. Zo, nou, dit is toch echt een waanzinnig uitzicht. Daar moet je gewoon even bij stil blijven staan. Wat je ook aan het doen bent in je video, op het moment dat je voorbij loopt bij zo'n uitzicht, ja, dan moet je dat onderdeel maken van je video. Want dat is toch gaaf? Daarmee houd je ook de aandacht vast. Kijk! In de zon vloggen, daar heb je ook een dingetje voor nodig, hè? Want dit is een ND-filter. Wil je weten wat een ND-filter is en of het makkelijk is om te gebruiken en hoe je dat gebruikt? Laat het me weten in de reactie. Misschien dat ik een volgende video daarover maak. Ja, transitie 3, dat is een super gave transitie die ik zelf de flare-transitie noem. Niet omdat je het met heel veel flare doet, maar omdat je gebruik maakt van de weerspiegeling van de zon in de lens van de camera. Sunflares. Een mooie zonflare die kan de camera volledig verblinden. En dan krijg je dus een soort wit beeld in één keer. En dat is dan een mooi moment om van het ene beeld naar het andere beeld over te schakelen. Ik ga je laten zien hoe je dat doet. Kijk, zo'n sunflare transitie is toch super gaaf. Dat maakt je beeld gewoon waanzinnig. Dat heeft iets glamorous aan je video. Nou, dat waren ze dan. De 3 transities die je kunt toepassen met elke camera op elk moment. Het enige wat je hoeft te doen is je clipje op de juiste manier in te korten. Zodat de beelden mooi in elkaar overvloeien. En je hebt er dus verder helemaal niets voor nodig als alleen een camera of een iPhone. Veel succes met het maken van jouw transities. Vond je deze video leuk? Geef me een duimpje omhoog. Heb je vragen over wat ik in deze video verteld heb? Laat het hieronder achter in een reactie. Ik beantwoord ze graag. Vind je het leuk om me te volgen? Klik dan op abonneren. En vergeet dan ook niet even op dat belletje te drukken. Want dan krijg je een melding op het moment dat ik de volgende video upload. Ik zie je bij die volgende video.